Maar eerst Evelien en Thomas, want ze gaan vandaag gezellig samen op pad. Met een roadtripje, man. Lekker, man. Ik vind het leuk dat we het seizoen zo af kunnen sluiten. Ja, zeg eens samen zo in de auto. Ja. En onderweg met Tom. Onderweg met Tom. Onze lieve Tom. Wat binnenkijken ben jij wel een beetje gewend, hè? Ja. Maar is leuk. Is heel leuk, zeg ja. Zegt dat zoveel, iemand. Ja, dus ik ben benieuwd wat het Tom zegt. Wat Tom zegt. Ja. Wat gaan we meemaken? Gas erop. Gaat niet zo hard, hè? Hey, daar rechts sterf op. Zo, nou, er is niks van gelogen, hoor. Hey. Hoe hebben jullie kunnen vinden? Ja, dat is een lege lastig. Ja. Maar de tulpen rechtsaf was het, ja, toch? Precies. De tulpen rechtsaf, ja, daar kom je er vanzelf. Het is wel heel mooi wonen hier zo, hè? Zeker weten. Oh, oh. Het zit hier heerlijk. En ook gewoon nog tuinieren in je vrije tijd? Ja, ja, gewoon lekker een beetje studderen in de tuin, hè. Ja. Alles gaat automatisch, zoals je ziet. Dat is wel ideaal. Dat is ideaal, ja. Nou, het water is klaar, dus dat ga ik uitzetten. En ik ken de maaier aan de gang. En dan gaan wij een bakje doen. Van de zin, ik ga je koffie zetten. Let's go. Nou, dit is de plek waar ik woon, jongens. In de schuur. Onze eigen tuinheld Tom, oftewel boer zoekt vrouw Tom, woont zijn hele leven al in Nieuwe Niedorp. Naast zijn werk als tv-tuinman heeft hij ook een eigen tulpenbollenbedrijf. Hij woont al 7 jaar in de nok van zijn schuur en inmiddels heeft hij ook zijn vrouw gevonden. Iedereen kent dit huis natuurlijk van boer zoekt vrouw. Ja, klopt. Maar daarvan kennen jullie elkaar niet, hè? Nee, we hebben elkaar echt na boer zoekt vrouw ontmoeten, 3 dagen na de laatste aflevering op televisie. Ja. Kwam elkaar eigenlijk gewoon tegen in de kroeg. Zo kan het dus ook. Zo kan het ook zijn. Al die moeite gedaan. Al die brieven doorgenomen. Al die brieven allemaal doorgelezen. En niet allemaal. Hoeveel waren het er dan? 1808. Maar ik had ook echt, denk ik, 100 brieven in de bus. En er waren zelfs een paar meiden langs de deur gekomen. En hoe lang woon jij hier nu eigenlijk? 2 jaar, denk ik. Ja, 2 jaar. Even ruim. Ja. Maar bijna naar jullie volgende huis, hè? Ja. We wonen hier nog maar even. Ik denk volgende week dat we erover gaan. Overgaan. Ja, dat hopen we. Spannend. Ja, wij willen het heel graag zien. Het is wel leuk, maar... Dan verlaten we dit museum. Naast de schuur en het bedrijf bouwen Tom en Marieke namelijk hun nieuwe huis. 8 maanden geleden werd de fundering gelegd en inmiddels is het imposante bouwwerk bijna klaar. Paleisje dit, hè? Nou, ons huis, jongens. Normaal. Gaaf, hè? Ja. Echt. Bij boerderij ga je natuurlijk altijd via de achterdeur naar binnen, dus we komen gelijk in de bijkeuken. Zo! Ja. Keurig. Dit is wel heel tof, dit. Ja. Dit is een oud lavet. De kinderen werden ingewassen, de kleren werden ingewassen. Deze komt ook echt uit het boerderij van mijn opa en oma. Joh. Wat gaaf, joh. Gaaf, hè? Jeetje, man. Jongens. Oh. Mooi, hè? Ja. Je bent helemaal stil van. Nou, echt. Het was serieus heel mooi. En die balken die zijn ook zo gaaf. Gaaf, hè? Waanzinnig, ja. Ja, en dit is gewoon jullie land. Ja, het is het eigen weiland. Hoe vet is dat? We zitten hier natuurlijk gewoon perfect. Echt heel gaaf. Ah, en dit is ook waar we heel trots op zijn. Ja, dat snap ik. Heel gaaf gedaan dit. Gaaf, hè? Het is goed gelukt, hè? En je spa binnenkomt. Maar, hey Thomas. Ik heb je natuurlijk al een beetje hierheen gelokt. Ja. Want hier zit nog geen deur in. En nee. Eigenlijk is het best wel donker. Mooi zo. Ja, ik vond het eigenlijk wel mooi. Geen normale deur, maar dat is niet handig natuurlijk. Nee. Een schuifdeurtje. Schuifdeurtje, ja. Dan maar mijn schuiven dan. Aan de slag. Oké. Nou, zet hem op. Ondertussen wordt er tussen de mooie tulpenvelden ook druk gewerkt in Nieuwe Niedorp, in het huis van onze eigen Tom. Daar zijn de mannen een rail aan het ophangen voor de barndeur voor de badkamer. Chic zo, hoor, dat schat. Nou, hopen dat hij op de goede hoogte hangt. Nou, dat vind ik spannend. Eerst die deur maar even schilderen. Ja. Als ik hier zo rondkijk, ben ik best wel onder de indruk. Je hebt echt een heel groot bedrijf. En doe je ook nog dit programma? Hoe doe je dat allemaal? Ja, weet je, ik krijg ook gewoon heel veel energie van de dingen wat ik doe. Weet je. Ik vind het hier gewoon echt prachtig. Dat is echt mijn ding, hè? Het ondernemen en het bedrijf opbouwen. Mijn ouders die hebben hier 200 meter verderop een boerderij gehad. Daar ben ik ook opgegroeid. Dus het is echt mijn eigen poldertje, waar ik heel veel gespeeld heb in de landen, landerijen en de sloten. Ja, gaaf. En eigenlijk toen ik 18 was, fiets ik hier langs. Ik dacht, ja, hier wil ik gewoon later mijn eigen bedrijf. Huizen bij, schuur en mijn eigen tulpenbedrijf. En mijn ouders hebben dan echt een veehouderij. Maar ik vond de tulpen gewoon veel interessanter. Hey, nu ik hier zo op de boerderie ben, heb ik eigenlijk een verzoekje. Ja, iets wat ik heel graag wil doen. Ik weet alleen niet of het mag. En dat is?
Ja. Ja, dat kan geregeld worden. Ja? Zeker. Oké. Want het is lekker om te trekken. Oh, wat is dit mooi, man. Prachtig, hè? Echt heel mooi. We zijn nu bij mijn tulpen. Kijk, daar zie je het huis op de achtergrond. Echt. Maar hoe zit het nou? Want hier zitten de bloemen nog aan en daar is alles eraf, toch? Ja, daar zijn ze eraf. Als de bloemen rijp zijn, dan koppen we de tulpen. Mm-hmm. Want eigenlijk de bosse tulpen die je in de winkel koopt, komen nooit van het land af. Want wij zijn echt, voor de bloembollen zijn we bezig. En als je de bloem eraf haalt, dan haalt hij ook de stamper eraf. En de stamper is een zaadknop en op die manier kan hij zich vermeerderen. En als die eraf is, gaat de energie allemaal naar de bol toe, naar beneden. Mm-hmm. En dan krijgen ze grote bollen met veel kleintjes eraan. En de grote bollen, die verkopen we. Naar de mensen met kassen, die maken dus in de winter een bos tulpen van die je in de winkel koopt. En de kleine bolletjes, die planten weer opnieuw. En dat is eigenlijk het proces van de tulp. Maar ik vind het ook zo mooi dit, echt. Ja? Ja. Kijk. Dat is niet normaal. Oh, die is voor mij. Alsjeblieft. Terug naar de gele tulpenvelden van onze Tom. Daar zijn de mannen bijna klaar met de deur en kunnen ze hem gaan ophangen. Oké, mocht hij erover. Het is goed, hè, qua hoogte. Nou, ja, helemaal. Ja. Niks in de vloer. Nee. Tommy. Goed bezig, man. Super gaaf, ja. Ik vind het mooi. Kijken. Nou, eens even kijken wat jullie ervan gaan pakken. Ja. Nou, dat is goed gelukt, hoor. Dat is een mooi deurtje. Ja, maar dat zwart is wel te gek, hè? Kijk, ja. Het zwart. Mooi, en die gave greep. Vind je van? Ja, vind ik echt tof. Heel leuk. Ik kwam uit de werkbank van mijn vader, de laatste boerderij opgeruimd. Echt? Ja, ik denk dat mijn openstap ooit gebruikt heeft. Nou, jullie hebben zo hard gewerkt. Ja. Jullie hebben wel een beach. Nou, ik dacht, goed idee. Ja, hele goede idee. Een meisje pak in de fles, zeg hem lekker buiten zitten. Is goed. Ik doe het werk. Dus. Nog een tof ding in huis, dat is mijn bierkoelkast. Check. Nou zeg, ja, ik ga jou Mr. Gadget noemen van uw vader. Is het lekker dit? Kijk, lekker. Kom door. Ja? Ja. Zijn ze dan? Oh, heerlijk. Lekkere verse biertjes. Oh, lekker. Dames eerst. Nou, dat is attent van je. Ja. Nou. Kijk. Nou. We hebben wel wat te proosten. Echt, hè? Nieuwe deur. Nieuwe deur. En de laatste aflevering van dit seizoen. Van dit seizoen. En wat voor seizoen was het? Ja, het was top. Ja. Nou, volgend seizoen zie je ons niet meer terug. Wel, we gaan eerst even op vakantie en dan zijn we er weer. En dan hebben we allemaal spiksplinternieuwe afleveringen. Dus heel veel huis- en tuinplezier en een beetje vakantie natuurlijk. En, ja. Bonbon, maar ook een beetje vakantie vieren. Ja, eerst een biertje erin. Eerst een biertje. Proost, Marieke. Heel veel lekkere biertjes. Bedankt, hè. Ja. Proost, Tommy. Bedankt.